gaat hij, de boot? Kan ik maar even werken? Nou, de boot is opgehaald. Fijn dat het zo kan. Het scheelt gewoon serieus 5 werkdagen die ik anders in de auto had gezeten. En de werk is gewoon belangrijk. Dus we kunnen het straks achteraan vliegen en na de race snel weer terug. Zodat het werk hier gewoon door kan gaan. Tien voor vier in de nacht, Brussel Airport, kan maar één ding betekenen, we gaan racen, op naar Spanje. Nou, zijn we dan aan de Spaanse Costa del Sol, alleen de zon is verdwenen. Koud, wind, regen, maar ja, absoluut geen Spaans weer, maar we komen hier niet voor het weer. Yes, it's on. Ben je er nog geen? Ben je er nog geen? Ze maken er nog wel werk van. Spaans is een beetje roestig. We zijn nu de motor aan het controleren. Dat doen ze altijd met de laptop eraan. Kijken of alles klopt. Yes, yes. Dus dat de computer goed is, dat soort dingen. Ik ben hier net wel lopen rommelen, wat ik overigens heel belangrijk vind dat het niet gebeurt. Dus ik vind het goed dat ze het controleren. Kijken of ze wat te mouwen hebben. Oké? Okay? No connect. Yes, thank you. Deodorant? Ja. Hij stinkt. Ja, wat ik altijd doe, is natuurlijk zout water wat we hier ervaren. Het is een soort vettigheid die erop komt, dat het zoute water niet op de motor zelf slaat. Dus voor oxidatie en dat soort dingen. Als je dan wat los moet halen, krijg je het ook nog een keer los. Nou. Even in de deo. Briefing gehad, we gaan nu klaarmaken voor de training. Ze hebben het parcours iets aangepast, wat korter gemaakt, wat minder bochten erin. Simpelweg omdat de zee gewoon heel ruw is op het moment. Dus we gaan het zien, we gaan even kijken wat de boot doet. We nog dingen aan moeten passen om de balans anders te krijgen voor deze golven. Het ziet er behoorlijk woest uit, dus we gaan een dagje vliegen worden. Nou, we hebben juist te horen gekregen vanwege de harde wind. We hebben even een plekje in de luwte opgezocht, omdat het echt heel hard waait. Maar vanwege de harde wind is de race gecanceld voor vandaag. Dus we krijgen straks een extra briefing om te horen of het morgen 1 of 2 races of wat ze precies van plan zijn. Maar vandaag het water is gewoon echt te ruw. Het is te gevaarlijk om te gaan varen. Helaas. Maar ja, doe je niks aan. Ik denk dat het een goede keuze is van de organisatie. Zo, tweede racedag, wat eigenlijk de eerste racedag is. Gisteren helaas door het weer afgelast. Vandaag, zoals je ziet, kalm weer. Vandaag 2 races.
Een korte en iets langere, maar het is allebei kort. Dus de eerste is denk ik een kilometer of 40 en de andere rond de 50 kilometer. Dus dat betekent dat we wat dingen aan moeten passen. Het water is ook wat vlakker. Zo ben ik bijvoorbeeld nu wat brandstof uit de boot aan het halen. Omdat die anders gewoon te zwaar gaat zijn. Dus even de tactiek aanpassen. Maar we hebben er zin in. In ieder geval blij dat er sowieso gereisd kan worden. Dus daar leek het gisteren totaal niet op. We gaan lekker aan de gang. Nou, net de training gehad. Het ging goed, dus de balans van de boot is in orde. We hebben iets gewicht eruit gehaald. We worden natuurlijk de brandstof eruit gehaald, dus we zijn tevreden. We laten de boot nu even liggen, want over een half uur is de start. Dus geen nut om er nog uit te halen, opnieuw te wegen of wat dan ook. Dus dat, we zijn er helemaal klaar voor. Jans in Schotland, Paul Kortelaan, op Nederland, Paul, 10-10. Brandstof aan boord. Dus, we moesten de rest eraan doen. We zijn gewoon voel maar voor gebleven. Dat was echt wel jammer, want wij mochten niet tanken. En toen zagen we later dat de medicoden waren aan het tanken. Het bleek later dat het mocht in één keer wel. Dus we hebben excuses aangeboden.
zijn nu bij de check-up. Ze hebben net de motor gecontroleerd of er niks geks aan is. Want wij zijn vandaag twee keer tweede geworden. Ja, twee keer tweede. Maar de winnaar van race 1, die viel race 2 gedeeltelijk uit vanwege motorproblemen. En de winnaar van race 2 deed de eerste race niet mee, omdat toen hij ook met pech uitgevallen was. Peller, ben ik klaar mee? Weekend, veel gevaren, veel gevlogen, uiteindelijk twee races op één dag gedaan. Ja, dat was echt best wel pittig, ook met het weer. Dus dat, gelukkig zonder kleerscheuren het overleefd, twee keer tweede geworden. Concurrent Benico één keer eerste, één keer derde. Dus dat qua puntenaantal zitten we er net achter. Dus de tweede plaats overal met slechts 25 punten verschil. Dat betekent dat het kampioenschap gelukkig nog helemaal open ligt. Dus we zitten er kort op en daar zijn we blij om. Mooi weekend, weinig schades. Alleen een nosedive gemaakt, waardoor de stootrand gedeeltelijk los is van de boot. Maar die kunnen we wel weer repareren. Verder alles heel gehouden en dat is blijkbaar genoeg geweest. Want van de 12 deelnemers zijn er minimaal 6 uitgevallen met allerlei schades. Dus de boel heel houden levert enorm veel op. Dus dat hebben we gedaan. Op naar de volgende race.